Ik ben bij Ismaël Kalak thuis, een gedreven jonge man. Ik ben benieuwd hoe hij in het leven staat. Ik weet ook dat jij in het eerste van Elinkwijk voetbalt. Ik voetbalde eerst bij SV Houten. Lukte niet en ik kwam uiteindelijk niet tot mijn recht, vond ik, in het eerste. Toen had ik contact opgenomen met Elinkwijk en ben ik vanaf daar... Ja, ik ben dus naar Elinkwijk gegaan, omdat ze toen echt een spits nodig hadden ook. En ik voetbalde daar vanaf de F6 tot de C1. Dus vanaf een klein snotneusje met lang haar van 6 jaar tot mijn 14e, 15e. En om nu dus in het eerste te voetballen van Elinkwijk geeft me natuurlijk echt trots. Om al mijn oude trainers te zien, die komen kijken, zeggen van groot geworden, goed geworden. Het geeft me dus trots wat ik net zei. Als zaterdag begint, dan kan ik eindelijk naar mijn voetbalclub, mij in Elinkwijk. Ja, dat is top. Super. Je was ook afgelopen september 2022 hè, de beste voetballer van het toernooi. Ja, ik was mijn allereerste thuiswedstrijd bij Elinkwijk. We hadden een toernooi met Breukelen, Jonathan en Maarsen, allemaal tweede klassers. Die dus hoger dan ons spelen. En het was voor mij dus de eerste keer dat ook alle supporters kwamen kijken. En eigenlijk mijn eerste voorstelwedstrijd, daarvoor hadden we wel een uitwedstrijd. En om dan in de eerste twee thuiswedstrijden topscorer te worden en beste speler van het toernooi. Als introductie van mezelf was voor mij het beste, zeg maar, qua script om terug te komen naar de club die zo belangrijk voor me was. Om dan gelijk mezelf zo voor te stellen, dat is voor mij, wat ik zeg, belangrijk en perfect. Mooie comeback, toch? Waar je trots op mag zijn. Ja, ik ben er zeker trots op. Ik ben er zeker trots op. Hoe oud was je hier? Ja, hier was ik F6, dus ik denk 6 jaar. En dan, dat is ook een teamgenoot van me, die nu ook met mij in het eerste speelt. Wat dus speciaal voor mij is. En dan om hier zo'n teamfoto te hebben, gewoon als kleine jongens. En dan nu in het eerste te spelen. Als we dan trainen of zo, dan voelt het voor mij nog steeds alsof ik die kleine jongen ben met het voetbal. Je ziet, dit vind ik wel mooi, omdat je ziet dat ik gedreven ben met het voetbal. Het is niet een hele mooie foto van me, maar je ziet wel mijn passie die ik heb voor het voetbal. Dit is mijn eerste goal voor Elinkwijk. Daar kwam mijn keeper voorbij. En deed no look in het goal. Dit is mijn mooiste goal tot nu toe. Je ziet gewoon de actiefoto dat ik hem in het doel schiet. Dit was toen we het toernooi hadden gewonnen, dus met de teams. En hier staat dus een stukje waarin staat dat ik de topscorer was en beste speler van het toernooi. Wat mij dus die trots geeft. Deze was na afloop. Wat ook aan foto's is, zie je ook geen leuke momenten. Dit was toen ik geblesseerd raakte dit seizoen aan mijn enkelbanden. En dan zie je hoe depressief ik hier was. En dan wat ik zeg, wat voetbal voor mij betekent qua passie. Als ik dan niet kan voetballen, kan ik wel janken. Dan ben ik zo... Want dat is mijn uitlaatklep. Snap je? Kan wel... Natuurlijk zijn er heel veel dingen die ik niet leuk vind, die ik moet doen met school, werk. Maar als ik dan kan voetballen, dan kan ik mijn uitlaatklep doen. Dan kan ik alles naar buiten halen. En mijn agressie die ik heb opgebouwd op de dag met werk en school, kan ik naar buiten halen, waardoor ik best wel een agressief voetballer was. Zag je ook net met die flying kick op iemands rug. Maar het is niet persoonlijk. We hebben net gekeken naar voetbalwedstrijd, Elinkwijk Houten. En jij scoorde al in de eerste 10 minuten. Wat ging er door je heen? Toen adrenaline en ik vond het natuurlijk echt leuk, omdat het mijn oude club is. Ik rende eigenlijk gelijk naar mijn twee vrienden. Er kwamen best wel veel mensen kijken, dus... Ja, toen voelde ik me echt goed. Dan dacht ik dat ik zou winnen. Nu voel ik me een beetje kut en voor niks. Waarom? Omdat we niet hebben gewonnen en Houten periodekampioens geworden. En ik wou met mijn oude club dat sowieso worden, maar focus me gewoon tot het einde van het seizoen en dan hopen dat het nog promoveren en het liefst kampioen. Go, go, go.